De Breda-locos staan bekend op jullie sfeeracties, wat gaan jullie doen voor de play-offs? Wij hebben voor de laatste training voor Volendam thuis, dus zaterdag 20 mei, hebben wij uh, uh, dienstplicht ingevoerd voor alle actiesupporters. En uh, het idee is dat iedereen dan aan de b-side komt om die jongens nog een laatste keer een uh, hart om de riem te steken om ze de tweede wedstrijd in de halve finale dan nog even naar voren te schreeuwen. En als ik dat even beeld maak, dan denk ik aan uh, een hoop gezang en aan uh, meestal een fakkelzang of vuurwerk. Ja, de beelden van de vorige laatste trainingen, spreken denk ik voor zich. Ik, euh, ik, ja, iedereen mag daar zelf invulling aan geven verder. Dat is de training. Ga je nog meer acties uh, ondernemen ja. om de ploeg te ondersteunen? Ja, we hebben in de uh, wedstrijd Volendam-Thuis... Uh, Volendam-Uit gaan we natuurlijk naartoe, maar daar hebben we niet zoveel ruimte om dingen te doen. Volendam-Thuis we, gaan we er één grote bende van maken. Daar hebben we shooters, confetti, uh, werblinten, alle zwaaivlaggen gaan van stal. Um, dat is voor de wedstrijd natuurlijk. En uh, um, ja, dan hopen we dat, we dat het goed genoeg is om uh, naar de finale te gaan. Ja. Want voor die finale hebben jullie helemaal iets bijzonders. Ja, dat is, uh, dat is wel kwaliteit werken moet ik eerlijk zeggen. Um, er zijn hier, uh, we staan nu in een loods waar die uh, achter ons of naast ons ligt. Het grootste doek dat we ooit gemaakt hebben. Uh, het is een mega-doek van uh, 60 meter breed en 24 meter hoog. Um, de inhoud dat houden we nog even geheim voor, uh, mocht hij naar beneden gaan in de finale. Uh, maar er zijn hier een heleboel jongens die hebben hier uh, echt uh, keihard aan zitten werken de afgelopen twee weken. En, uh, het is, we zetten net het laatste uh, beetje verf zetten we op, het, op het doek. Uh, hij moet nu nog geïmpregneerd worden, maar hij is, nu, uh, hij is klaar voor de finale. Ja. Ja, dan moet NAC die finale wel halen, maar goed, uh, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Nee, ja, dat weet je nooit. Nee, ja, het is een beetje lastig. want uh, we hebben Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ook al hele mooie doeken gemaakt, die hebben daglicht nooit gezien. We hadden mooie verticale banners met de promotie Eredivisie 2016, ja, die waren vooraan het stadhuis. Hebben het niet gehaald. Dit doek is voor de finale. Nou, mochten we het nou onverhoopt niet halen, is dat heel jammer, maar dan gooien we het doek natuurlijk niet weg. Ja, dan gebruiken we hem volgend seizoen. Hoeveel manuren zitten in dit enorme spandoek? Goed, dan moet ik even gaan rekenen. We zijn nu 14 dagen bezig, denk ik. Uh, geen volle dagen, ik denk een dag uh, uur of zes per dag, uh, gemiddeld met vijf tot acht mensen. Uh, en de kosten gaan uh, nou, over de 5000 euro heen in inmiddels, ja. Zo, het mag wat kosten. <laughs> ja, we hebben een hele goede collecte gehad uh, dit jaar, um, dus toen hebben we ruim 10.000 euro opgehaald en een groot deel daarvan uh, gaat in dit megadoek uh, gaat in uh, uh, andere zaken voor de play zoals die confetti en shooters en dat soort zaken. Uh, ik denk dat we drie kwart uitgegeven hebben inmiddels, ja. ja. Als ik kijk, he, wat het kost, uh, hoeveel manarbeid erin zit. Ja, ik heb het idee dat jullie veel over hebben zeg maar, om Nak uh, naar de Eredivisie te krijgen. Ja, Nak is uh, nou, onze passie natuurlijk. Hè. Anders dan uh, ja, iedereen verslijt ons eigenlijk een beetje van gek dat we er zoveel tijd en energie in steken. Uh, maar het is niet alleen maar de club en het voetbal. Het is voor ons ook de groep. En de, dat we samen dit maken en lekker een biertje kunnen drinken met elkaar. En uh, ja, de gezelligheid en ja, het touwtje van de straten. <laughs> Je hebt er zelf bewust voor gekozen hè? om het uh, niet tijdens de halve finale te doen tegen Volendam, maar pas bij de finale. Ja, ja wij vinden dat, uh, dat zo'n doek dat verdient alleen maar een, uh, een hoofdprijs uh, Dus uh, ja, daarom geen tweede plek, geen halve finale. Echt alleen maar voor de finale. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Um, het heeft te maken met uh, uh, de stad Breda. Uh, het is een algemeen doek, hè, dus niet voor de wedstrijd, nou, tegen wie we dan ook spelen. Um, er zit heel veel geel in heel veel grijs en heel veel zwart. Ja, dat is het. Nee, ga ik er nog niet over zeggen.